Vorige week zag u in Actueel de officiële opening van zorgcentrum Park Stanislaus. Maar er was nog veel meer te doen. Zo kwam afgelopen zondag onze harmonie een serenade brengen net na de mis. Daarna zegende hulpbisschop Mutsaars na een korte inleiding door lokale manager Ria Stam het pas geopende zorgcentrum. Toen u en pastor de Wierik zei van nou mooi gisteren en Park Stanislaus is rijk met zo'n mooie kapel. Daar zijn we ook. Er is ook een erfenis, laat ik het zo maar zeggen, van de zusters. Was die er niet geweest, dan ben ik bang dat de stenen er ook niet gekomen meer zouden zijn. Want ook wij zitten met die regelgeving waar ieder ander mee te maken heeft. Maar waarom kan het dan in Mogestel wel? Nou, nogmaals, het is een erfenis. Maar het kan vooral wel omdat die stenen muren ook inhoud krijgen. Binnen die muren gebeuren vieringen vinden, gebeden plaatsvinden, eucharistievieringen plaats. En dat kan alleen maar omdat wij een geweldige parochie hier hebben en daar op een geweldige manier ook mee kunnen samenwerken. Daar zijn wij, parochiebestuur en zeker onze pastor en al die gouden vrijwilligers die daarbij horen en 1, 2, 3 keer per week ook een steentje aan bijdragen, heel erkentelijk voor. Dat wil ik ook toch op deze plek even noemen. Dus als u de mensen naar Mogestel stuurt om te kijken hoe het kan, dan zal ik zeker ook daarnaar wijzen. Want zo kan het. Het huis inzegenen, is dat van deze tijd? Sommige dingen zijn van alle tijden volgens mij. Ons lieve neer is ook van alle tijden, van vroeger, van nu en ook van de toekomst. En die wens van harte u zijn zegen u toe. En dat gaat op een heel eenvoudige manier. En toch zit daar een zekere grote rijkdom in die eenvoud. Zo gaat het vaker in het leven. God heeft zorg voor mensen. En dat wil met het gebed uitgedrukt zijn. Want als we een huis zegenen, ja, dan zegenen we misschien de bakstenen, zo lijkt het wel. Maar vooral degene aan wie het ten dienste staat. Aan de bewoners, aan iedereen die hier maar op wat voor manier dan ook vertoeft. En dan zegen ik kort het huis en dan sluit ik het direct nu af met een korte tekst. Heer, zegen onze ogen, opdat wij met hartelijke ogen elkaar benaderen en blijven dragen. Zegen onze oren, opdat wij horend en helend luisteren naar tekens van pijn en woorden van verdriet. En zegen onze handen, Heer, dat we steeds teken van troost en toenadering mogen zijn op momenten van pijn en vervreemding. En zegen onze voeten, om nooit de ander te ontlopen, om te durven zorgzaam nabij te zijn. Goede God, zegen ons allen, opdat we telkens voor elkaar mogen zijn en in onze aanwezigheid die telkens mogen ervaren. Zegen u dan nogmaals allen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nogmaals, proficiat allen. Proficiat iedereen, ja, die zo heeft bijgedragen omdat dit een mooie dag mag worden. Dat is gedaan, maar ik doe het graag nog een keer heel algemeen. Proficiat allen, een mooie dag. Onze lieve Heer is met u, want alles zit mee vandaag. Alle goeds en nogmaals, God zegen. Ik heb een beetje een ode aan de ouderen willen geven. Die toch een bepaalde wijsheid, levenswijsheid ontwikkeld hebben. Waar jongeren van kunnen leren. Want het is in onze tijd dus zo. De jeugd die heeft de energie, die heeft de aandacht en daar is de focus op. En ja, alles wordt ook in geld vertaald. Als je niet meer zo actief bent, dan wat ben je dan nog waard? Nou, de waarde van een mens zit ook echt heel ergens anders in. Nou, bij alles wat je doet en beleeft, en kun je altijd God zegen vragen. En als je daar een beetje in verdiept en bidt en dat erbij haalt, dat doet toch een beetje een ander licht op het leven schijnen. Dat je dingen toch ook in een ander perspectief kunt zien. En dat je toch altijd die zorg merkt van God die de vader van alle mensen wil zijn. En dat is zo. Maar we moeten wel wat aandacht aan besteden. Hè? Ook door het leven zelf. En dit zijn gewoon uiterlijke tekenen die wijzen naar die innerlijke rijkdom. En dat is mooi om te doen.